applaus hebben voor Jane en voor Sita. Zullen ze het moeilijk krijgen vanavond, want het wordt een hele spannende avond. Goed, dames en heren, ik zou iedereen willen vragen om de mobiele telefoon even van het volume af te zetten. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die gaan sms'en, dus u mag gewoon sms'en in de studio. Geen enkel probleem. En voor de mensen die gaan fotograferen, zou ik even willen vragen, doe de flits even uit. Want voor de mensen thuis is dat heel irritant, maar voor de mensen die op het ijs staan is het ook super vervelend. Dus als u foto's kan maken, geen probleem, maar doe dat eventjes zonder flitsen. Dat zou een stuk makkelijker gaan voor de mensen op de lijst. Goed, we beginnen zo dadelijk, dames en heren, met de openingsact van de Holiday on Ice. En dat is altijd fantastisch, dus ik zou het leuk vinden als u met z'n allen even gaat staan straks. We beginnen eigenlijk straks met een waanzinnig applaus. En als we gestart zijn met het hele grote openingsapplaus, dan mag u gelijk blijven staan. Want dan krijgen we gelijk een geweldig openingsnummer van Holiday on Ice. Een beetje goed vast te zetten en daarna hebben we een heel lang applaus nodig, want dan gaan we nog een keer op een grote beeldscherm, gaan we natuurlijk nog even een keer al die sterren voorstellen die vanavond nog voor u gast gaan zijn. Goed, dat gaan we straks eens doen. Daarna krijgen we natuurlijk het openingsnummer van Gerard. Ja, en dan blijft u nog maar even staan, dames en heren, want wij vinden het wel gezellig als u lekker mee gaat zingen met het nummer van Sterren Dansen op het IJs. Dames en heren, heeft u er allemaal een beetje zin in, of niet? Ja, het kan wel een beetje enthousiast, maar heeft u er een beetje zin in? Volgens mij hebben we een heel enthousiast publiek. Ik wens u heel veel plezier, dames en heren. Ja. Nog één keer de naam, wat voor water zijn? Oké, dames en heren, we zijn even op zoek naar de man van de Stork-satellietwagen, of die heel snel naar de regie wil gaan. Dus de bestuurder van de Stork-satellietwagen.